De compleet gestoorde motorrace game Trials Evolutions was ooit een exclusive op de Xbox 360, maar hij is nu ook uit op de PC. En wij willen weten of een typische console game ook werkt op die PC. Toen ik een middelbare scholier was en af en toe was aan wat studieontwijkend gedrag, toen speelde ik dus al op de PC deze Trials game, maar dan de puurste vorm ervan, Trials 1. Was ja. Een soort van project van een student volgens mij, die iets deed in de games waarschijnlijk. Het was een motorrace game, in de meest simpele zin van het woord. Je geeft gas met een knopje, je remt met een knop en met de twee andere knopjes die de game bedienen kan je balanceren. Ja. En zo moet je dus de meest knotsgekke, je zei het al, levels doorrijden. En de beste tijd neerzetten. En gaandeweg is die serie eigenlijk wat meer geëvolueerd naar wat extraatjes erbij. Dan ben je weer met skis bezig. Dan ben je meer bezig met salto's en minder met tijd. Grafische updates worden het eigenlijk meer in een brede zin ook. Niet alleen ziet de game er steeds mooier uit. Zit er ragdoll physics in. Maar de banen en de loopings en waar je overheen vliegt. Dat wordt maffer en maffer. Explosies. Ja. Ja, maar dat is waar de game inderdaad op verbeterd is en vooruit is gegaan. Die basis met die ragdoll physics, die is nog precies hetzelfde. En die heb ik dus. Dat was eerst een PC-game, dus ik ben benieuwd waarom je het precies een console-game vindt. Omdat die uiteindelijk, het meest bekend is geworden op de Xbox 360. Ja, dat zeker. Een beetje op de start van Xbox Live Arcade, weet je, die arcade-games. Ja, toen kwam het, ja. En Trials is nou echt een ultieme vorm van arcade game. Wat is een arcade game? Dat is eigenlijk simpel. Dus 2-3 knopjes. Je kan het heel snel en heel kort spelen. En je wil het blijven doen. Ja, trial and error. En je wil inderdaad gewoon altijd maar jezelf verbeteren. Er zit een incentive in precies waarbij je kan verbeteren. En uiteindelijk, je wilt gewoon die gold medal halen. Dat is het hoogste wat je kan halen. En dan kan je ook nog vergelijken met wat jij hebt gedaan. Een aantal punten. Of de tijd dan met name. En dan wil je dan ook weer verbeteren. Dus je blijft maar doorgaan. Op de Xbox 360, die versie, dat is Evolution, die vind ik gewoon het wreedst. Met name omdat hij gewoon heel lekker speelt met een controller. Ja, maar ik ken dus Trials. Jij bent zo'n toetsenmannetje. Ja, nee, maar één vingertje. Gewoon, of één handje bedoel ik. Gewoon gas en remmen met één vinger en balanceren. Zo heb ik hem altijd al gespeeld. Dat is ook wel zo. Maar er zit nu best wel met die controller wat meer nuance in. Terwijl jij natuurlijk gewoon, toen je middelbare scholier was, speelde je waarschijnlijk met een crappy toetsenbord. Ja. En niet zo'n fantastisch mooi toetsenbord. Die ook een beetje meet hoe diep je hem indrukt. En de game is echt gemaakt op de Xbox 360. Voor de sticks. Ja, die Evolution, die zit nu. Die is eigenlijk gewoon gepoord, gewoon heel simpel. Die is gewoon weer naar de PC gebracht. Samen met de HD-versie, die was daarvoor. Ja. En dat hebben ze dan samen weer de Gold Edition genoemd. Het is opgepimpt, opgespiced. Een beetje een nieuw verfje eroverheen. En het is dezelfde. Het heeft bij mij exact dezelfde uitwerking. Het is precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde als de Xbox-versie. En dezelfde Trials die ik heb gespeeld 10 jaar terug. Misschien wel 15, 20 jaar terug. Alleen nu mooier. En nu mooier. Het blijft leuk en je wil dit gewoon blijven spelen. Ja. Level opnieuw. Tot je gewoon jouw resultaat hebt behaald. En het hoeft niet eens. Weet je, op een gegeven moment heb je dat level gemasterd. Dat heb ik dan. Dan geef ik gas en wat dan ook. En dan heb je gewoon de beste mogelijke tijd. En daarna denk ik van fuck it, ik ga het opnieuw doen. Maar nu met fucking salto's erin. Ja, nee. En dat soort dingen. Precies, weet je? Je kan het blijven doen. Wat wel gewoon heel duidelijk moet zijn, is als je deze delen al op de PC ooit hebt gespeeld, of op de Xbox 360, dan is de meerwaarde, vind ik, niet heel erg groot. Sterker nog, ik vind eigenlijk hem lekkerder spelen op de Xbox 360, want je ziet duidelijk dat de besturing, die was voor de Xbox 360 gemaakt, en dat merk je ook heel erg op het toetsenbord. Dat werkt toch gewoon wat minder lekker. Je kan gewoon je Xbox-controller op de PC aansluiten natuurlijk. Kan ook, ja. Als dat hetzelfde goed werkt. Ja. Ja, nee, maar ik vind toch wel, ik zet betere tijden mee met mijn controller dan met mijn toetsenbordje. Er zit ook een multiplay-functie in, daar moet je dan ook meerdere op aandoen. Heb je dat niet, dan kan je co-op, of nou, gezellig met z'n allen op een toetsenbordje gaan zitten. Met, ja, dat kan gezellig. Ook. Ja. En het is gewoon, het is gewoon funny. En het enige jammer eigenlijk, maar misschien is dit ook een soort van startschot voor een nieuwe toekomst, van ik had
wat nieuws willen hebben. Nou ja, dat inderdaad. Want het is inderdaad gewoon, weet je, niet meer en niet minder dan, dan wat we al kennen. Ja. Wat ik ook heb is de gameplay zelf vind ik heel, weet je, het werkt inderdaad perfect. Weet je, er is niet zoiets dat het glitchy is of weet je, het is precies goed afgesteld. Of je nou op een controller doet of een toetsenbord van, weet je, gas is gas, leunen is leunen. Dus dat werkt heel goed. Het enige dat ik wel heb is dat de game technisch eromheen, ja, die laat nogal niet te wensen over. Want het gaat natuurlijk om de gameplay uiteindelijk. Maar weet je, als er teksten van druk R om te herhalen. Of druk spatie om te leunen. Weet je, dat weet je al na 10 minuten. Dus, maar dat blijft maar in beeld staan. Soms er staan ontzettende spelfouten in het menu. Soms blijft het menu een beetje hangen. Dus er zit ook soms af en toe lek in levels. En dan laat je hem opnieuw in. En dan doet hij het weer wel goed. Weet je wat het is? Ik denk dat dit een beetje zo van die babystuipjes zijn. Groeistuipjes. Dat Red Lynx, die gaat nu naar de Big League toe. He, Ubisoft ondersteunt ze. Microsoft is natuurlijk al verliefd op ze geweest. Maar het blijven een beetje indie boys. En wat je bij indie games vaak hebt, is dat ze het basisprincipe van de game, die vinden ze heel belangrijk. En dat er allemaal omheen, leuk, whatever. En de indie scene, die vindt dat tof, want die kijkt er doorheen. Die heeft iets van, het is tof dat ze door die drie gasten gemaakt. Ja. Maar ga je nu echt naar de commerciële mainstream markt, en deze game is daar heel leuk voor, dan krijg je wel dat mensen die polish, dat vinden ze irritant. Ja, ik vind het ook irritant. Ja, en het is vreemd eigenlijk dat ze dat niet even hebben weggehaald. Want dat lijkt me niet al te veel werk. Behalve dan dat ik denk dat ze gewoon zoiets hebben van, we brengen deze game uit. En we gaan nu een nieuw project maken. Dat is hoop ik wat het een beetje is. En dat dit een soort van warmhoudertje is. Een heel lekker warmhoudertje voor wat er ooit gaat komen. Misschien wel op de PlayStation 4 en de Xbox 720. Maar ja, er zitten technische foutjes in die eigenlijk niet helemaal meer kunnen. Nee, dat vind ik ook. Maar dat warmhoudertje wat het nu dan misschien is, hoop je dan dat ze het volgende project wel weer een Trials game gaan maken, of dat ze echt iets anders gaan doen? Ja, weet je, het grappige is, er is een heel breed scala arcade games verkrijgbaar op PC en PSN en Xbox Live Arcade. En het heeft allemaal een beetje hetzelfde principe van zet een highscore neer, maar bepaalde dingen vind ik tof en bepaalde dingen vind ik niet tof. En dat komt eigenlijk door het stijltje of wat je doet. En ik vind dit echt heel tof, omdat ik vind de motorrace vind ik tof. Ik vind het grafisch echt heel tof. Eruit met die explosies en dat is gewoon leuk. Ragdoll physics. Ja, ja, maar dat is een leuke bijkomstigheid. Ja. Maar het gaat gewoon om die gameplay, wat super simpel is, maar gewoon heel erg lekker werkt. En dus vind ik ook gewoon dat ze hier aan vast moeten houden. Maar ik kan het niet 1, 2, 3 bedenken wat je nou meer wil. Want het probleem blijft natuurlijk wel, het is simpel. En straks krijg je, weet je wel, je hebt een PC met weet ik veel hoeveel processoren erin. En je zit gewoon eigenlijk een heel simpel, weet je zou toch meer moeten kunnen doen. En ja, co-op tegelijk of ik weet het niet. Nou, kan tegelijk. Destruction Derby, koppen tegen elkaar. Ik weet het niet. En die inventiviteit, die next step, next level, die zit gewoon niet in deze game. En dat is eigenlijk het enige, afgezien van die technische foutje waar je wel doorheen kunt kijken, is eigenlijk het enige wat we kunnen aanmerken op dit spel. Van het is wat het is. En heb je dit ooit al gespeeld? Ja, dan weet ik niet of je dit nou dan nog een keer moet gaan spelen. Maar heb je dit niet gespeeld, ja, dan moet je, ja, het is wel je echt proberen. Het is echt wel heel funny om lekker tussendoor te doen. Ja, weet je wat ik heb? Ik heb die game zeker 10 jaar niet gespeeld. Want ik heb inderdaad de HD-versie en Trey. En Trey heb ik wel een beetje aangeraakt, geloof ik. Maar in de Xbox-versie heb ik eigenlijk links laten liggen. God weet waarom. Of Satan. Satan weet waarom. Maar op een gegeven moment kwam ik deze tegen en nu heb ik zoiets van, ik heb mijn oude liefde weer teruggevonden of zo. Weet je wat? Ik denk, ik zit weer op de middelbare school tijdens informatica te kijken waar de leraar is en dan bam, full trials aanzetten als je naar de wc is. Ja. Dat was echt gewoon wat ik deed. En, had jij een computer? Ik zat natuurlijk in 1960 op de middelbare school. Hadden we nog typemachine? Typemachine. Hadden we zo'n lei. Zo'n met een krijtje. Niet. Nee. Oh, ik zei ergens niet. Maar we hadden geen computers op school, weet je wel. Dus, tegenwoordig hebben ze al iPad. Vind ik overigens, leuk bruggetje, dit is echt een ideale game voor iOS. Dit, als ze deze dit controls echt met die nuance, dat goed, kan. Dat zou briljant zijn. Dat zou briljant zijn. Want dat heb ik ook een beetje van. Het is eigenlijk soms een beetje te klein voor console, weet je. Omdat je bij console ben je toch heel erg Battlefield of weet ik veel allemaal gewend. En dit is echt zo'n funny game voor in de trein. Van, ja, maar daarvoor, kijk mij even, weet je. Ik bedoel, ja, grappig. Maar dat, ja, wie weet krijgen we die versie nog wel een keer ooit. Als Guillermo kijkt. Dus je denkt, ah, it's very smart from it's you thinking, idea. Yeah, it's a good idea. I will do that for you. We
Persoonlijk vind ik Trials Evolution, de Gold Edition, iets lekkerder spelen op de console. Maar dat ligt aan de controller en die kun je ook aan je PC hangen. En Jelle, is het voor jou meer dan de terugkomst van je oude jeugdliefde? Nee, niet meer dan dat. Het blijft een arcade game die ik overigens wel heel erg lekker vind spelen met het toetsenbord. Maar ja, die jeugdliefde heeft gewoon een iets dikkere reet en wat meer boezem. Maar dat blijft gewoon leuk.